Ja, je zegt het eigenlijk zelf, hè, van niet meer op het hoge niveau echt zelf actief, hè, veel volgen. Maar als ik jouw lijstje toch opnoem, hè, coach van de nationale vrouwenploeg, als ik het goed heb. Ik heb gewikipediaat op jou vanmiddag. Dat is een tijdje geleden. Ja. Vanaf 1993. Ja. Veel nationale jeugdselecties gedaan. Emmery gecoacht. Lek de Tech, waarmee je het eerste kampioenschap naar Bemmel terug hebt gebracht. Ja. Maar ook Matrix Magics in Nijmegen het eerste jaar. Ja, dat was een startjaar. Natuurlijk een geweldig begin met een hoop goede spelers. Tot in de play-offs hebben we het gehaald. Kwamen wel wat tekort. Een mooi jaar waar ik met veel plezier op terugkrijg. Michael Spuurs heeft toen overgenomen. En succes is toen nog wel een paar keer doorgegaan daar. Heb jij na jouw Matrix Magics ook de Dutch Basketball League? Toen heet het volgens mij nog de FAB. Ja. Maar daarna Dutch Basketball League, volg jij het ook nog? Nee, toen ben ik eigenlijk meer met de jeugdselecties weer aan de gang gegaan. En je moet toch wel keuzes maken. Toen werkte ik nog volop, dus dat ging eigenlijk niet meer. Nou ja, even, ik ben eigenlijk de allerbelangrijkste vraag vergeten in het begin. Hoe is het met je? Ja, goed. Ik begeleid wat trainers en coaches. Ik zit niet meer op de bank. Dat hebben we bewust voor gekozen. Ik begeleid wel wat trainers en coaches die in opleiding zijn. En zo nu en dan sta ik nog voor de klas. Vind ik leuk, val ik in om wat te helpen. En dan, hè, wat we hadden het net al even over de FAB DBL, nu de B-Next League. Wat vind jij van die ontwikkelingen, de samenvoeging met de Belgen? Ja, mooi. Ik hoop echt dat we nog wat Belgische teams hier kunnen zien. Ik kijk ook wel wat op de stream. Leuk basketbal, hoog niveau. Dus echt wel verfrissend. Ja. Hey, Bemmel staat natuurlijk in het vrouwenbasketballand echt al wel bekend om de mooie prestaties en het mooie basketbal. Sinds nu 2 jaar is daar Yoast United bij. Als ik het dan heb als Bemmelnaar. Ja. Wat vind je daarvan? Ja, geweldig. Natuurlijk hebben we een hoop teams hier. Ook op niveau. Hè. We hebben Heren Eredivisie, Heren Promotiedivisie. We hebben een hoop goede teams van de jeugd op, bij de Academy. Ook bij de dames hebben we natuurlijk Eredivisie, Promotiedivisie. De onder 20 landelijk. Dus ja, het gaat hier gebeuren. En het is wel groeiend. Dus als we de tijd krijgen, dan zie ik bij de heren ook nog wel wat moois gebeuren. Zeker. Hè? Afgelopen zomer is hier natuurlijk een prachtige basketbalarena neergezet. Super. Kriebelt het dan toch niet om ook zelf weer op dat veld te staan? Jawel, dat kriebelt wel. Maar ik denk dat het heel verstandig is om dat niet te doen qua gezondheid. En er zijn op genoeg andere vlakken waar ik me leuk in kan vinden. Goed zo, goed zo. Hey, je zei het net al, hey, Yoast United, je kijkt af en toe wat wedstrijden op de stream. Als je dan nou kijkt, hè, vorig jaar hebben we eigenlijk met Yoast United natuurlijk een heel mooi jaar gehad. Met de bekerfinale, met goede wedstrijden in de play-offs. We hebben natuurlijk, spreken we straks ook nog even met Anouk Biesters, die daarvoor een groot gedeelte verantwoordelijk voor is. Nu weer een nieuw team, nieuwe coach, Paul Vervaak. Wat is jouw ervaring of je mening of visie op de manier van werken van Paul Vervaak? Ja, ik denk dat hij iets gaat neerzetten wat wel een beetje tijd kost. En ik hoop echt dat er van dit team weer een flink aantal spelers volgend jaar hier weer terugkomen. Want dan, je investeert nu. Het was niet de bedoeling, denk ik, om dit jaar al gelijk te pieken. Maar een stevig fundament te bouwen, technisch, tactisch en met een vaste groep spelers. En ik denk dat Paul daar uitstekend geschikt voor is. Ja, gezonde ambitie moet er natuurlijk altijd zijn. Ja. Als we kijken ook naar de stand nu in de B-Next League. Als het goed is gaan jullie die zo meteen in beeld zien. De stand in de B-Next. Ja, daar vind je Yoast eigenlijk niet terug op de plek waar je het zou verwachten. Nee, ze zijn nu wel met een moeilijke serie bezig. Dat realiseer ik me ook wel. Met 2 topteams. En ik was heel teleurgesteld over de uitslag in de beker. Ja. Maar daar kun je straks met Paul wel even over kletsen. Gaan we ook denk zeker ik. Doen. Ja. Nou, dit vanavond is natuurlijk wel weer even een testcase voor ze. Deze moeten ze eigenlijk pakken. En dan hebben ze weer 2 hele lastige uitwedstrijden. Dus ze moeten nu wat veerkracht laten zien, denk ik. Ja, want hè, we hebben een hele goede wedstrijd in Den Bosch gespeeld. Vervolgens teleurstelling echt wel in Rotterdam. En moet je nu wel weer je rug rechten en gaan toch weer voor die competitiestand. Dat klopt en dat begint vanavond al, denk ik, met een goede stevige overwinning. Nou, daar gaan we voor. Nee, als het goed is, komt zo Wiert Goudé deze kant op, de hoofdcoach van Apollo. Die gaan we wat vragen stellen. René, dan nog 1 vraag ook even aan jou. We hadden het net al even over het Bemmelse basketbal.
We zien nu Lectatech. Kun je daar nog iets over zeggen? Want die volgen wij samen, hè? Altijd op de livestream. Hoe vind je het? Ja, mooi. Ze spelen toch een ander soort basketbal dan vorig jaar. En dat begint nu te groeien. Ik heb ze gisteravond op de stream gezien. Ik vond er hele leuke stukken tussen zitten ook weer. Verfrissend. En ook daarvoor geldt dat de nieuwe benadering eigenlijk een beetje tijd nodig heeft. Maar ik zie ze wel groeien. En dat vind ik mooi. Dus ze hebben een kleine selectie. Ze betrekken nu wat onder 20 spelers. Gisteren ook. Gisteravond ook. Ja, Ilse Waard was natuurlijk aan de buurt. Ja, dus dat is mooi. En dat geeft wel vertrouwen voor de toekomst. Ik denk dat het nog heel spannend gaat worden daar. Ja, zeker, want daar gaan zelfs maar 4 ploegen door naar de play-offs. Ja, 4 ploegen naar de play-offs. Dus die derde, vierde plaats is een enorme uitdaging voor ze. Ja. Ik zie ze het wel doen. Ja, absoluut. Dat zie ik ook wel gebeuren. En als we het dan hebben over de competitieopzet van de B-Next League, gaan we heel even kijken naar hoe die eruit ziet. Want die play-off constructie, dat is best een complexe. Daar gaan we even naar kijken. Nu hebben we een filmpje van. En na de video komen we terug met het interview met Wiert Goedee.